Hallo, hierbij een nieuwe vlog namens alle geestelijke verzorgers van de NNCZ. Met dit keer een stukje natuur van eigen bodem, namelijk de Noordzee. Die als het goed is op dit moment op uw scherm verschijnt. Het is de ondergaande zon van een paar dagen geleden. Ik heb gevraagd of iemand die voor mij wil opnemen. En door middel van een timelapse kan je dat dan sneller doen afspelen. Dus ik hoop dat u van dit mooie tafereel kunt genieten. En dat we op deze manier toch samen ook een beetje kunnen uitwaaien op het strand. Ik heb een mooi gedicht erbij gekozen die ik graag aan u wil voorlezen. En wie weet doet het u goed. Ikzelf heb wel hele mooie herinneringen altijd aan het strand gehad. Ik ben veel op vakantie geweest naar Ameland. En het is eigenlijk zo'n mooie andere wereld dan de rest van Nederland, het Waddengebied. Een prachtig stukje natuur. En ik hoop dat u geniet van het beeld, wat misschien wel een aantal keren even kan verschijnen. Ik heb dus een mooi gedicht uitgekozen van Vassalis, wat ik aan u wil voorlezen. En ik hoop dat het wat troost kan bieden in deze vreemde en nog steeds verwarrende tijd. Waarin golven hoger en hoger lijken te worden. En u misschien wel het gevoel heeft dat u overspoeld bent en verdrinkt in alle ellende. Maar weet ook dat elke golf zich weer terugtrekt en plaats maakt voor het nieuwe. En dat nieuwe, daar zit ook een soort hoop in verscholen. En zo is het ook met onze ervaringen in het leven. Ook deze komen en gaan, doen ons soms overspoelen, overrompelen. Maar weet ook dat die zich weer terugtrekken. Ze dienen zich aan en trekken zich terug. En daar zit een bepaalde tijdelijkheid in. En ook met het coronavirus en de daarmee gepaarde maatregelen. Ja, dat bezoek niet mogelijk is. Of bijvoorbeeld nu met de babbelbus dan wel. Maar dus echt op een hele strikte regels. Ook de angsten die we voelen om elkaar en onszelf ziek te maken. Ook dat zijn ervaringen die op een gegeven moment weer overgaan. Op dit moment dienen ze zich aan als hele heftige golven. Maar ze zullen zich weer terugtrekken. Zo ook in het gedicht van Vassalis, wat App heet. Wat ik graag even aan u voorlees. Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat. Iedere minuut zet zich in toekomst om. Ik ben een oceaan van wachten. Waterdun omhuld door het ogenblik. Zuigend eb van het gemoed. Dat minuten trekt en dan de vloed. Diep in zijn duisternis bereid. Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? In dit gedicht zit veel verscholen. Er zit dat geduldige in, dat wachten. Dat wachten op wat zich aandient en weer terugtrekt. En er zit dus ook een soort hoop in verscholen. Van het nieuwe wat komen kan. En daar geduldig op wachten de tijd voor nemen. Maar misschien haalt u er wel iets heel anders uit. Denk daar eens over na. En kijk eens of die zee, dat die golven die komen gaan, of u dat, die metafoor ook zo ziet. Of wat het voor toepassing is in uw leven. Deel dit met elkaar. Misschien verschijnt nu nog één keer die ondergaande zon in de Noordzee nog eventjes op het beeldscherm. Ik zie u graag in een volgende vlog. Dank u wel voor uw tijd en bedankt voor het kijken en luisteren.